Welkom mensen van Tease Games, dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik niet iemand die jullie goed kennen van het kanaal, want ik ben namelijk Miguel en ik doe vandaag een gastrol. Wij gaan vandaag Hot Potato spelen, wat staat voor hete aardappel. Maar eerst ga ik mezelf even voorstellen, ik ben Miguel, ik ben 16 jaar jong. Mijn hobby's zijn voetbal en gamen en ik heb zelf ook een gamekanaal waarop ik vooral Minecraft upload. Dus als je daar meer over wil weten moet je maar gewoon eventjes naar mijn kanaal. Maar eerst ga ik het spel Hot Potato uitleggen. Jullie kennen het spel in dit echt vast wel, als ik het eventjes zeg. Want namelijk, je zit gewoon met vrienden of familie rond een tafel of gewoon rond iets, maakt niet per se uit. En je hebt één bom, die moet je de hele tijd doorgeven, totdat op een gegeven moment de bom afgaat. En als dat gebeurt, dan is degene die de bom vast heeft af. Dit is dan precies hetzelfde, alleen heeft degene dan een aardappel vast. Maar hier zijn ook gewoon een paar dingen anders. Je kan bijvoorbeeld iets oppakken waardoor de bom gelijk afgaat. Je kan iets oppakken waardoor je sneller wordt. Je kan iets oppakken waardoor de bom nog juist iets langer niet afgaat. Dat zeg ik verkeerd. Waardoor, kijk, hij heeft de bom. Kijk maar. Je moet niet te dichtbij staan. Want als hij explodeert, dan kan jij ook doodgaan daardoor. En daardoor ben jij ook af. Ik ga gewoon mijn best doen. Als je afgaat, dan krijgt een nieuw iemand weer de bom. En dan moet je gewoon proberen om de laatst overgebleven persoon te zijn. Dus dat ga ik nu gewoon proberen. Ik ga een beetje trollen. Ik ga een beetje achter die gozer met de potato. Ah, oh nee, ik heb de potato. Ik heb de potato. Ren alsjeblieft niet voor me weg. Dankjewel. Ah, ik ben dood. Maar ik ga nu weer een nieuw potje doen. Dus tot zo. Bye. Hallo, daar ben ik weer met het tweede potje Hot Potato, oftewel hete aardappel. Het vorige potje ging niet zo goed, maar we gaan het dit potje beter proberen te doen. Laten we dat proberen. Ik begin in ieder geval niet als de geïnfecteerde aardappel. Daar ben ik heel blij om, want vaak als ik dit speel, dan ben ik echt de eerste die de geïnfecteerde aardappel is. En dat vind ik niet leuk. Nee, dat is niet leuk. En we gaan gewoon een beetje rondrennen. Gelukkig is deze map wat groter en daardoor hebben we meer kans dat we niet bij de geïnfecteerde aardappel in de buurt komen. En er is al één iemand dood volgens mij. Dat weet ik niet zeker. Maar er zijn nog 13 mensen left. Ik vind dat we toch wel in de top 5 moeten komen. Dat moet zeker lukken. We gaan het in ieder geval proberen. Waar is de geïnfecteerde aardappel? Ik zoek jou. Waar ben jij? Waar bent gij? Oh, daar is die al. Als ik nu de geïnfecteerde aardappel word, dan wordt het echt moeilijk om iemand te raken. Dat wel, omdat de map echt groot is, is het gewoon moeilijk om iemand anders te infecteren met de aardappel. Hij komt nu achter mij aan, laat ik maar eventjes weg gaan rennen. Dat lijkt me op zich wel een slim plan. Mooi, hij is dood. Nog 9 left maar. Dat gaat al best wel snel. Ik weet niet of ik het al verteld heb, maar in ieder geval als de aardappel ontploft en jij staat erbij en je gaat dood, dan ben je ook af. Dat is best wel grappig vind ik. Dus je kan in ieder geval meerdere mensen afmaken met jouw aardappel. Dat is best wel leuk. Dat is me best wel vaak overkomen als ik iemand net geïnfecteerd had, zeg maar. Dat ik dan er nog naast stond en dat hij dan afging. En dan was ik ook nog af. Dat is best wel naaiend, maar ja. Het gebeurt gewoon. Oh, uitkijken. Rennen. Nog 7 mensen over. Nog 6 mensen. Oh shit. Daar heb je de geïnfecteerde aardappel. Je moet ook de hele tijd als er een nieuwe aardappel om je heen komt, moet je eventjes kijken waar degene is, want ja, straks staat hij opeens achter je en dat is ook niet leuk. Nee, ik kan hier van achteraan raken. We gaan live. Oh, hij is dood. We gaan live meemaken hoe de geïnfecteerde aardappelman eruit ziet. Hij komt achter mij aan. En we gaan rennen. Doei. wat een troll, wat leuk. We hebben veel kans om deze te winnen. Als we geluk hebben, worden we helemaal niet geïnfecteerd. Dan is het heel makkelijk om te winnen. Want als je bij de laatste 2 bent, dan is het eigenlijk gewoon onmogelijk om iemand af te maken. Oh, hij is nu de geïnfecteerde. Bij de laatste 3. Mijn doel was om bij de laatste 5 te eindigen. Dus ja, mijn doel is gelukt. Jee. Zelfs nog beter dan verwacht. Maar nu moeten we het ook gewoon winnen, vind ik. We moeten het in stijl afmaken. Ah, shit. Ik had de aardappel niet vast. Anders had ik hem geraakt. En anders was die af. Dit is nu onmogelijk om te winnen, lijkt mij. We kijken eventjes hoe het loopt. Naar binnen. Naar binnen. Ah, shit. In ieder geval bij de laatste 2 gekomen. We gaan nog 1 potje doen, dus tot zo. En we zijn alweer aangekomen bij de 3e en laatste ronde van Hot Potato. In de vorige ronde zijn we in de finale gekomen, wat aardig goed is. Maar deze ronde gaan we gewoon proberen te winnen, want 3 keer is scheepsrecht. Dus we gaan kijken, of ik ga kijken wat ik eraan ga doen om te winnen. Oh shit,
Daar was ik bijna de geïnfecteerde. Dat vind ik echt niet leuk. Doei. Je kan mensen slaan en we slaan hem hier gewoon vanaf. YOLO. Oh shit, even uitkijken dat hij niet achter me aankomt. Oh nee, blijf alsjeblieft van me af. Oh ja, jij bent geïnfecteerd. Ha. Lekker voor je. En we hebben nog 10 players left en het gaat nog redelijk goed. We zijn 1 keer de geïnfecteerde geweest en we hebben iemand anders kunnen infecteren, wat best wel nice is. Hier, wat zie jij er leuk uit, zeg. Jouw bril is zo leuk. Ja, nee. Ja, jij bent ontploft en jij bent nu in het vuurwerk veranderd. Dat is ook leuk. Ik ben ook in het vuurwerk veranderd 2 keer. Hier, een spin. Een spin. We gaan ondertussen gewoon met de spin vechten. YOLO waterpolo. Waarom ook niet, hè? Waarom gaan we niet met de spin vechten? Terwijl er gewoon een geïnfecteerde rondloopt. Die ons probeert te infecteren. Die nu trouwens alweer dood is, want het gaat echt heel snel. Je moet gewoon hopen dat... Oh, nee. Blijf alsjeblieft van me af. Oh, daar had ik echt veel geluk. Maar ja, ik heb nou eenmaal gewoon veel geluk hier in dit spel. Want in het vorige potje ben ik gewoon niet geïnfecteerd tot in de finale. Want anders was ik natuurlijk al lang af geweest, want ik kan er echt helemaal niks van. Hallo, nu. Dit is best wel leuk, ja. Hij loopt daar. Nog 4 mensen. Oh, mijn god. De geïnfecteerde liep daar. We gaan gewoon over de bomen YOLO'en. Waarom ook niet? Kunnen we dicht weghalen? Nee, dit kunnen wij niet weghalen. Oh mijn god, waar is die? Waar zijn ze? Ik ben jullie kwijt. Kom op, opschieten, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ah shit, waar zijn ze? Ah, jammer. Ik denk dat ze hackers waren ofzo, want ik zag gewoon echt helemaal niemand. Oh, ik stond in de finale trouwens en hij heeft zich ergens verstopt denk ik. Maar vond je dit nou een leuke video? Klik even op het groene duimpje. Kijk ook even op mijn kanaal, de beschrijving daarvan. Staat vast wel in de reactie. In de beschrijving. Dus later.